Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Jullie hebben gevraagd om een vlog van mijn dagelijks leven. Gewoon een normale vlog. Vind ik prima. Ik ben al best wel een tijdje wakker, want het is nu 20 voor 9. En voor de mensen die het toch kunnen herinneren, wat ik al in een video heb genoemd, Jason begint om 9:30 op school. Dus ik heb Jason al naar school gebracht. Ja, in mijn pyjama. Met mijn winterjas erover. Ik zweep de pleuris. Maar goed, daar hebben we het voor over. Ik heb vandaag best wel een drukke dag. En ik dacht, omdat ik zelf vaak mijn dagelijkse bezigheden heel saai vind. Dit zijn ook wel dagelijkse bezigheden, maar ik doe het niet elke dag. Het is vandaag woensdag, dus dat is sowieso de drukste dag, bijna de drukste dag van de week. Want dan ben ik namelijk de was aan het doen en noem. Het was ook vandaag weer tijd om mijn bed te wassen. En ik heb hem al gewassen. En ik hoef hem nu alleen nog even in de droger te doen. Ik had hem al in de droger gedaan. Maar ja, als ik wegga, dan doe ik die droger uit. Dus dan zet ik gewoon de deur open. En dan gaat hij nu gewoon verder waar hij net gestopt is, zeg maar. Verder heb ik Jason's tas klaargemaakt vanochtend. Verder niet heel veel bijzonders. Ik heb alleen mijn gezicht even met een washandje gewassen, want ik ga vandaag douchen. Ik heb mijn tandjes even gepoetst. Ik heb nog even Jason geprobeerd te laten drinken. Maar Jason drinkt zo slecht. Dus als iemand tips heeft om kinderen beter te laten drinken, buiten het feit van laat ze drinken wat ze lekker vinden in plaats van Ranja of water, dat doen we al. Als hij geen Ranja wil, maar hij wil taxi, krijgt hij taxi. Wil hij Sissi, krijgt hij Sissi. Als het tenminste in huis is. Dus dat krijgt hij eigenlijk allemaal wel al. Leuke bekers hebben we ook al geprobeerd. En op zich werkt dat wel, want hij heeft nu een nieuwe Spider-Man beker van de Primark. Want die vorige van de Primark was helemaal, nou ja, vies. Dus die hebben we echt weggegooid, want die krijg je ook niet meer schoon. En daar drinkt hij heel goed uit. Die is best wel snel ook leeg. Soms wel, soms niet. Maar ja, in de ochtend krijgt hij gewoon een bekertje met of taxi of yogi of wat er dan ook maar is. Alleen hij drinkt best wel slecht. Dus als iemand tips heeft, laat het weten. Verder leek het me ook wel even leuk om ook in deze vlog even een beetje een update te geven wat betreft Jason. Want het is natuurlijk bijna zomervakantie. Ze moeten nog 2 weken naar school. Dan een zomervakantie. En meestal hoor je dan op school of ze naar de volgende klas gaan en dit en dat. Maar bij Jason zit het natuurlijk een beetje anders. Hij is namelijk in januari begonnen op school. Omdat hij pas in december 4 werd. Zo gaat dat nou eenmaal. Dus wat er nu eigenlijk is. Ja, ze noemen het niet dat hij blijft zitten. Ze noemen het een soort verlenging. Ja, of een soort wel overgaan, maar nog wel in dezelfde klas blijven. Het is heel ingewikkeld. Maar hoe zit het nu dus? Jason doet het goed op school. Hij is heel sociaal. Er zijn wat puntjes, daar kom ik zo op. Maar Jason gaat dus eigenlijk wel over, maar ook weer niet. Hij zit nu in echt groep 1. Dus allemaal kindjes die echt leeftijd van groep 1 zijn en net zo ver. Maar hij gaat dus nu naar een groep 1-2. Dus gemengd met groep 2. Wat denk ik voor Jason heel goed is, want Jason pikt heel veel dingen op van andere kindjes. Dus ik denk dat dat allemaal goed gaat lopen. De puntjes vielen wel op, inderdaad ook met het drinken en zo op school. Dat hij vaak wel heel lang zit met drinken. En dat juf dan ook zegt van ja, als jij niet drinkt, dan wordt er ook niet gespeeld. En nou ja, goed, dat is goed dat ze dat op die manier doen. Want dan weten ze ook van goh, het belangrijkste moet je eerst doen en dan pas de leuke dingen. Maar dat maakt hem dus helemaal niks uit. Dus soms zit hij ook gewoon een uur met zijn drinken en dan is het nog niet op. Dus dan is het op een gegeven moment wel beker dicht. En ja, je kan niet de hele schooldag aan je beker met drinken zitten, logisch. Dus dat viel haar ook wel, dat viel zijn juf ook wel op. Ik heb ook toevallig bij zijn juf in de klas gezeten toen ik klein was. Ik ben nog klein, maar hè, toen ik nog kleiner was. Dus ja, dat ja. Dus daar zijn we ook thuis heel erg mee bezig. Dus ja, we gaan zien hoe dat gaat. Dus iemand tips, laat het alsjeblieft weten. Want ik heb vroeger verstopt gezeten en opgenomen geweest in het ziekenhuis en noem het maar op. En dat is verschrikkelijk en ik wil niet dat hij dat ook krijgt. En helemaal niet zo klein, ik was al wat ouder. En puntje 2 was het uiten van hem. En dat is mij eigenlijk. De rest was er allemaal nog wel over. Oh nee, dat komt wel goed, draait wel bij, dit en dat. Maar ik heb toch wel gelijk gehad. Jason is namelijk iemand die weet niet zo goed hoe hij zich moet uiten. Dus wil hij vragen of kindjes willen spelen of dat hij een speelgoedje mag lenen. Dan weet hij niet hoe hij dat moet doen. En dan gaat hij dus net als thuis. Thuis is het wel extreem trouwens. Maar
Dan gaat hij op school dus ook slaan, schoppen, dit en dat. En hij heeft een beetje moeite met sommige woorden en letters en dat soort dingetjes uit te spreken. Wat hij eigenlijk al wel zou moeten kunnen. Of in elk geval beter dan wat hij doet nu. Dus ze hebben ook aangeraden om naar logopedie te gaan. Nou, natuurlijk sta ik daarvoor open. Want hoe eerder je een kindje daarmee kan helpen, hoe sneller hij zich misschien wat beter gaat voelen. Weet hoe hij met zijn gevoel om moet gaan. En het ook makkelijker krijgt straks in groep 3, 4, wanneer ze gaan beginnen met schrijven en dat soort dingetjes. Dus liever te vroeg dan te laat. Dus daar zijn we maandag ook voor het eerst heen geweest. Even een kennismakingsgesprek. En vanaf volgende week gaat zij dus met Jason bezig wat testjes af te nemen. Dus nou ja, dit wou ik eigenlijk even met jullie delen. Ook gewoon voor mezelf. Dat als later Jason ouder is en hij krijgt bijvoorbeeld zelf een kind, dat hij ik ook kan zeggen, goh, kijk mama's video even. Dit was jij, weet je wel, in groep 1. Dus maak je niet druk of wat dan ook. Maar ja, dat is een beetje de stand van zaken op school. Maar hij doet het heel goed. Dus we zijn super, super trots op hem. Ik ben heel benieuwd hoe hij het volgend schooljaar vindt. En ja, helemaal top. Hij verheugt zich ook echt wel op de vakantie. Want de afgelopen weken is het thuis, vind ik zelf, heel moeilijk. En ik vind ik denk dat het best wel een dingetje is om dit nu te zeggen. Want ik denk dat heel veel mensen wel denken, ja, je hebt er zelf voor gekozen om jongmoeder te zijn, of weet ik veel wat. Ja, misschien wel. Misschien wel, weet ik wel zeker. Maar dat weerhoudt je er niet van dat er soms moeilijke periodes zijn. En daar zit ik nu ook wel in. Ik ben namelijk 's ochtends altijd alleen met Jason door de week, van maandag tot vrijdag. En dan is het niet gek dat een kindje zich op een gegeven moment af gaat zetten naar jou. Want jij bent altijd degene die mij wakker maakt. En altijd degene die me naar school brengt. En nooit een keer iemand anders. En van jou moet ik dingen die ik van oma niet moet. Weet je wel, dat soort dingetjes. Dat hebben ze echt wel door. Maar ja, goed, hij moet naar school. Hij moet aangekleed worden. En ik ben iemand die later niet thuis een onzin ding. Ik heb hem wel eens thuis gelaten, omdat het echt een drama was. Dat hij niet naar school wou, niet eten, niet dit en niet dat. Dus ik heb een paar keer geprobeerd, weet je, als jij niet gaat eten, helemaal prima. En als je niet wil luisteren, ga je niet naar school. Ik heb dat 2 of 3 keer gedaan dat ik hem thuis heb gelaten. Werkt niet, dus ga ik ook niet meer doen. Als hij zonder eten naar school wil, dan gaat hij maar zonder eten naar school. Waar ik het niet mee eens ben. Maar goed, hè. Ik moet ook wat. Maar de laatste tijd weet ik echt niet meer goed wat ik met hem moet. Want ik kom altijd heel vrolijk zijn kamer binnen. Ik maak hem gewoon leuk wakker. En ik blijf altijd zo lang mogelijk wel vrolijk. Terwijl dat voor mij ook best wel lastig is. Vooral in de ochtend. Ik ben geen ochtendpersoon. Maar ik doe echt heel erg mijn best. Maar Jason wil niks. Jason kan niks. Jason heeft nergens zin in. En Jason wil niet naar school. Maar wanneer hij op school is, is het goed. Dus ik weet niet. Ik weet niet goed wat ik daarmee moet. We gaan ook zien wat dat verandert bij de logopedie. Het neemt even tijd in beslag. Maar het kan helpen. En mijn vriend die heeft ook, Sylvain is ook bij de logopedie geweest. Vroeger toen hij klein was. En hij zegt, ik heb er heel veel aan gehad. Dus ja, weet je, waarom zouden we het niet doen? Want we hadden vorige week vrijdag een gesprek op school. Sylvain die is daar ook voor vrijgevraagd. Dus die was er gelukkig ook een keertje bij. Die zei ook, ja, weet je, we staan er open voor. Zeg, je moet het gewoon doen. Want nu ze jong zijn helemaal, dan kan er nog veel meer vooruitgang in zitten als dat ze ouder zijn en al met taal bezig zijn wat dan niet werkt. Dus ja, daar heb je ook gelijk in. Dus ja, dat. Goed. We zijn al heel lang aan het praten. Dat was de update over Jason's school. We zijn super trots op hem. Hij doet het super goed. En hij is toe aan vakantie. Wij zijn allemaal toe aan vakantie. Ook ik ben toe aan vakantie. En ik weet dat sommige mensen denken, nu al? Je bent nog maar 2 maanden aan het werk. Ja, maar van helemaal niet werken naar wel wat werken, maar wel werk wat best wel zwaar op je lichaam is. Dat is best pittig. Dus ik ben ook blij als ik straks vakantie heb. Maar begrijp me niet verkeerd, ik werk door in de vakantie. Normaal werk ik natuurlijk 5 dagen per week op Jason's school. Bij de hal en de kinderopvang om schoon te maken. Alleen in de vakantie is dat maar 1 keer per week. Dus dan werk ik maar 1 dag in de week. Het liefst op de donderdag. Dus ik hoop dat dat ook door kan gaan. Alleen 1 week ben ik echt vrij. Want dan gaan wij op vakantie. Daar komen waarschijnlijk ook nog wel video's van. Ik weet het niet. We gaan het zien. Maar dan gaan wij met z'n drietjes op vakantie. Een midweekje weg van maandag tot vrijdag. Dus dan ben ik wel gewoon vrij. Ja.
En voor de rest werk ik die andere 5 weken gewoon 1 dag in de week. En dat vind ik prima. Ik heb het naar mijn zin op mijn werk. Soms zit het me echt wel tegen. Dan denk ik wel, oh, ik heb echt geen zin, ik wil niet heen. Maar dat is dan ook als je een drukke dag hebt gehad, zoals vandaag. Dus ik ben benieuwd hoe het vanavond gaat. En ik ben gewoon moe. Ik moet ook zeggen, mijn lichaam is de laatste weken heel apart aan het doen. Ik weet niet wat het is. Ik heb jullie wel eens verteld dat ik niet ongesteld word. Althans, niet zichtbaar ongesteld word. Vorige maand ineens wel. En als dat gebeurt, dan schiet ik gelijk vol. Ga ik janken en weet ik veel wat. Waarom? Omdat ik niet gewend ben dat het maandelijks bloedt. En als ik ga bloeden dus, 1 keer in de zoveel maanden, dan is het ook heel heftig. Dus dan raak ik ook gelijk in paniek. Want ik heb meestal... Ik heb niet altijd maandverband meer in huis. Want ik word niet ongesteld. Dus dat was al het eerste waarmee het begon. De laatste paar weken ben ik ontzettend moe. Ik heb de ene uitbraak na de andere uitbraak in mijn gezicht. Qua puisten en dergelijke. Waarvan ik echt niet weet waar ze vandaan komen. Ik draag bijna geen make-up. Ik heb mijn skincare niet aangepast voor 2 maanden. Nou, dit is de 2e maand nu. Want het bevalt op zich prima. Dus het kan ook niet aan mijn skincare liggen. Want het is allemaal nieuw en het werkt perfect. Aan mijn etenspatroon ligt het niet. Ik eet gewoon hetzelfde als altijd. En juist eigenlijk gezonder. Ik ben beter aan het letten op wat ik eet. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar ik last van heb. Maar ik snap mijn lichaam zelf even niet meer. Dit wordt een hele lange dagvlog. Jezus jongens. Maar dat. En verder ben ik laatst nog bij de diabetesverpleegkundige geweest. Mijn suikers, die waren niet goed. Logisch, want ik vergat heel vaak mijn medicatie. Gaat nu weer beter. Dus daar moet ik binnenkort ook weer heen. Dus ja, dat. En ik moet wel zeggen, sinds ik mijn medicatie weer regelmatig neem, zoals het hoort, ben ik wel minder moe. Maar ik slaap nog geregeld, 's ochtends als ik Jason naar school heb gebracht. En dan rond 1 uur of 10, 11. Dat ik toch wel even op de bank ga liggen en dat ik toch even slaap. En vaak 's middags ook nog weer eens een keer. Dus ja, ik voel me nou trouwens niet moe. Ik slaap wel, maar ik voel me nou trouwens niet moe. Maar je kan het ook aan mijn ogen zien. Ik heb gewoon echt zakjes onder mijn ogen. Terwijl ik slaap hartstikke goed de laatste nachten. Echt de laatste nachten slaap ik heel lekker. Maar ik ben gewoon kapot. Ik weet het niet. Ik heb ook geregeld last van mijn buik. Dus dat is allemaal niet prettig. Maar goed. Goed, ik ga nu ophouden. Het duurt vast wel even voordat jullie mij weer zien. Oké, mensen. Ik ben klaar. Ik ben gedoucht. Ik heb mijn haar gedaan. Ik heb mijn bed weer opgemaakt. En lekker gespreid met bedmist. Dus het ruikt weer heerlijk. Het enige wat ik nog even moet doen is even mijn raam open. Parfumetje op. En dan moet ik echt naar beneden. Want het is bijna 10 over 12. Het heeft ook keihard geregend toen ik onder de douche stond. Dus ja, dat ga ik doen. Geen make-up vandaag. Het bed is lekker opgemaakt. Want het bed uit de droger was droog. Dus ik heb de hoeskussens er weer om kunnen doen. Dus heerlijk, een schoon bedje vanavond. Ik heb trouwens weer een curly methode gedaan met mijn haar. Want zoals ik al eens vaker heb verteld, als ik heel lang een curl methode in mijn haar doe, dan werkt het op een gegeven moment niet meer. Nou moet ik sowieso naar de kapper, want het wordt gewoon te lang. Maar ik dacht, laat ik het nu weer proberen. Na 2 maanden een simpele routine. En op zich, het zit wel, maar het is vrij pluizig. Dus ik weet niet zo goed... Misschien ook door de warmte hier op de kamer, hoor, dat mijn haar daarom niet echt mooi wil zitten. Maar misschien in de loop van de dagen, meestal de eerste dag, hè, dan zit mijn haar niet helemaal zoals ik het wil. Dus ja, dat ga ik doen. Ik moet nog even wat in mijn agenda checken. Ik heb het bed lekker gedaan, ik heb heerlijk gedoucht en dan ga ik straks lekker lunchen. Mijn vader zal wel bijna thuis zijn, dus die moet dan even zijn eigen brood smeren. Maar ik heb in elk geval lekker gesport. Ik heb gelijk gesport voor de hele week. Zodat ik vrijdag niet nog hoef te sporten, douchen, 's avonds werken en nog een keer weer douchen. Dus dat. Dus ik ga even lekker in mijn agenda checken wat ik wou checken. En dan ga ik straks lekker lunchen. En vlak daarna Jason ophalen. Ik moet de afwas nog doen en ik moet mijn kleding nog wassen. Dus die neem ik straks ook mee naar beneden en die gooi ik in de wasmachine.
top. Ik ben kapot nu al. Maar vanmiddag niet veel meer te doen. Dus dat is fijn. Oké, ik ga Jason ophalen. Het is echt scheid weer. Het regent de hele tijd. Dus het hoort maar een winterjas aan op de fiets. Zonde van mijn haar, maar hey. Wat doe je eraan? Niks. Mijn haar is toch niet helemaal mooi zoals ik het zou willen. Maar oké. Het is nu 13:15, denk ik, bijna. Ja, het is nu 13:45. Vanmiddag ga ik waarschijnlijk niet heel veel filmen. Want ik denk dat ik lekker met Jason ga chillen. Ga chillen op de bank. Nee, ik heb vanochtend best wel druk gehad. Mijn was is klaar. Die is net klaar, dus die heb ik uitgezet. Die hang ik straks nog even op als ik thuis kom. En dan ga ik lekker met Jason bank hangen en zo. Dus dat is niet heel speciaal verder. Verder... Ja, ik ga al op tijd eten. En ik eet pizza. Maar die moet wel uit de vriezer gehaald worden. Ik bedenk me net. Die heb ik natuurlijk nog in de vriezer liggen. Dus. En we eten deze pizza vandaag. Mozzarella. Ik heb verschillende pizza's al gehad de laatste tijd. Maar ja, ik weet nooit zo goed waarvoor ik moet kiezen. Maar woensdag is meestal patatdag. Maar ja, omdat ik nu s'avonds werk, eet ik dus geen patat meer woensdag. Maar ik moet wel wat eten. En om elke woensdag brood te eten, of zelf nog te koken, te afwassen, daar heb ik gewoon geen zin in. Dus dan maar een makkelijke pizza. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Pizza eten, afwas doen, was ophangen. That's it. En dan vanavond lekker aan het werk. Dus ik ga nu nog even een sigaretje roken en dan ga ik Jason ophalen. Yay, finally in de regen. Nou, ik heb Jason opgehaald van school. En het is gelijk weer lekker gezellig hier. Niet dus. Dus ik heb net de afwas gedaan. Ik ga zo even mijn was ophangen. En dan ben ik in elk geval weer klaar voor vandaag. Alleen nog even werken vanavond, maar dat is het ook. Dus ja, dat. Ik ga nu eerst even wat drinken. Want ik heb laatst bij de Primark deze fles gekocht. En normaal gesproken zou ik hem dus helemaal vullen. Maar omdat ik vanochtend ook al 2 kopjes koffie heb gehad. En van tussen de middag heb ik een ijskoffie gehad. Dus dan haal ik dat er zeg maar allemaal weer af. En 2 bekers water. En dan blijft dit over wat ik vandaag in elk geval nog moet drinken. Dus ik ga nou in elk geval eventjes een beetje drinken. En dan ga ik naar boven om mijn was op te hangen. En ja, zoals ik dat dan doe. Jason, kijk maar wat hij doet. En waar het eigenlijk fout ging bij ons is, wij kwamen thuis. Ik doe het hek open. Waarschijnlijk heeft Jason aan het hek geduwd, maar het regent. Dus ja, die band die glijdt natuurlijk weg. Dus ja, hij had net zo hard kunnen vallen als waar ik bang voor was. Want ik kan die fiets heel slecht houden als Jason achterop zit. Maar ja, wat doet Jason als je het vraagt? Want je hebt het niet gezien, dan antwoordt hij niet. Dus dan ben ik... De moeder die het zo doet, als meneer denkt mij te moeten negeren op welke vraag ik stel, ook al vraag ik het normaal, dan gaat mama ook negeren en hoeft hij ook 's middags niet bij mij te komen. Dat is gewoon hoe het bij mij werkt, klaar. En ja, hetzelfde als waar ik vanochtend al over vertelde, 's ochtends de drama's. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Dus dan ga ik het precies zo doen zoals hij het tegenover mij doet. Zo ga ik het ook tegenover hem doen. Dus dan gaan we maar zien hoe dat gaat uitpakken. Maar goed, dat ga ik dus nu even doen. En dan denk ik tegen 4:30, 5:15 gooi ik mijn pizza in de oven. En ik ga straks nog even een snackie nemen als ik mijn was heb opgehongen. En dan... verder niks. Ik ga denk ik lekker Videoland kijken of zo. Terwijl Jason maar kijkt wat hij doet. En ja, de een die er kijkt, die zou zeggen van zo kan je niet zijn. En dit of dat. En de ander die zou hem misschien gelijk geven. Ieder zo zijn eigen opvoeding en zijn eigen ding, zeg ik altijd maar zo. En ja, dat. Dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd. En verder heb ik niks op de planning staan vandaag. Heerlijk. En morgen heb ik al helemaal niks. Dat is nog lekkerder. Hi guys, zoals jullie zien ben ik op werk. Ik ben letterlijk net klaar. Dus ik ga lekker afsluiten en ik ga naar huis. En
Thuis ga ik lekker even wassen, omkleden, alles. En dan vind ik het goed voor vandaag. Dus dat. Ik voel me ook kotsmisselijk. Dus ik ben helemaal happy. We gaan lekker naar huis. Het is klaar. Oké, jongens. Ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien. Maar ik lig op bed. Ik ga nog even lekker chillen. En dan straks nog even met Seel bellen. En dan lekker slapen. Dus ik wil hierbij ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Volgens mij hebben jullie meer van mijn pratende beelden gezien dan daadwerkelijk wat ik heb gedaan. Maar ik heb best veel gedaan vandaag. En ik ben ook echt gewoon moe. Dus ik dacht, ik ga lekker op bed liggen. Ik sluit deze vlog nog even af. En ik ga nog even chillen. Op YouTube kijken. En dergelijke dingetjes. Dus ja, ik hoop dat jullie deze normale, basic, dagelijkse vlog leuk vonden om te zien waar jullie om hebben gevraagd. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Misschien doe ik het ooit nog wel een keer. Maar dat ligt ook een beetje aan wat jullie leuk vinden. Of jullie het leuk vinden, ja of nee. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik jullie volgende keer weer. Hoi. Bij een volgende video. Doei. En wel rusten.